dat we daarna gewoon een aantal gedragsregels op te stellen hebben vanuit ecologisch kader. Om zeg maar niet al te verstorend op te treden voor alles wat daar broedt. Voorzitter. Ik heb nog even een vraag, een aanvullende vraag. Bij al de afwegingen die u heeft gemaakt, hè, op de diverse locaties, sprak u ook een aantal keren van waterstandsverhogend effect? Of, ja, precies. Nou, ja. Dat soort. Hoe zwaar acht u die bezwaren, zeg maar, ook even vanuit het waterschap? We moeten daarmee in overleg treden met het waterschap. Hè? Want alles wat je in vecht doet, heeft effect op de waterstand. In de winter is het waterschap daar heel helder over. Wil niet zeggen dat er niks kan. Alleen betekent natuurlijk wel in het traject dat je daar ook weer met andere partners te maken hebt. Ik zie je nog enigszins twijfelen. Niet kunnen, of dat je zegt, of werkt het met name vertragend op? Hè? Dat er weer allerlei onderzoeken moeten plaatsvinden en dat het vervolgens nog, zeg maar, zwaar vertragend gaan werken. Want in die zin, en ik wil niet voor de muziek uitlopen ten opzichte van onze fractieoverleg, naar aanleiding van deze informatie, maar ik krijg wel meer en meer het idee, zeg maar, dat alles afziende en overwegende het oude, zeg maar, raadsvoorstel misschien alweer heel snel ingediend moet gaan worden. Kijk, als je elders in de vecht kijkt, dan zie je wel, zeg maar ook in andere gemeenten, dat er wel mogelijkheden zijn. Alleen je moet wel heel goed met waterschap afstemmen wat je waar doet. Nou, hebben we in het centrum Hardenberg te maken met toch, dat noemen ze een flashhals, zeg maar, van de waterstromen. Dus we zullen daarover in overleg moeten treden. De grootste vertraging zit natuurlijk in het lopen van wijzigingsplannen op de bestemmingsplannen. En die komt in vrijwel al die andere locaties komt die weer terug. En zeker op die locaties waar je te maken hebt met heel veel componenten, complexe zaken, ja, geeft dat een enorme vertraging. En dus wat nu eigenlijk heel kort samengevat voor ligt is, laten we nou de Kano een synergievoordeel laten hebben met een voorziening van de waterbaan in Molengoot. En op heel korte termijn verder gaan kijken hoe kunnen we die bevaarbaarheid van de Vecht voorzien met aanlegplaatsen, havenvorming en daarbij ook WSV in die ontwikkeling meenemen. Dat is eigenlijk heel kort samengevat de lijn die ik voorsta. Ik snap dat de lijn is. Volgens mij had de heer Odink nog een vraag, dan kom ik daarna bij de heer Jonkans. Precies. Ik wil u ook danken zeg maar even voor het onderzoek wat u en de wijze waarop u ons heeft meegenomen in de afweging en de keuzes die u heeft gemaakt. En ik denk dat de plaatjes voor ons betreft wel redelijk helder zijn. Dank. Ik denk dat het goed was om even al die locaties even bij langs te lopen, zeg maar. Rijn. Ja, wat ik toch wel jammer vind is dat eigenlijk, ja goed, dat kan ik u niet kwalijk nemen, want dat is al eerder gebeurd, maar dat we toch een beetje opgejaagd worden. Hier voor een feit gesteld, terwijl de ontwikkeling van de gevraagde havenfaciliteit, ja, die kon je al mijlenver aanzien komen. En we hebben hier een goede traditie om zaken te combineren. En die mogelijkheid vervalt nu. En dat vind ik toch wel erg jammer. Omdat daar synergievoordelen te halen zijn. Ook kostenvoordelen. En die wellicht wel opwegen tegen een wat langere proceduretijd. En dat, ik blijf het jammer vinden dat niet gebeurt. Want wat je nu gaat krijgen is toch meer versnippering in het vechtpark. En dat is iets wat we niet zouden moeten willen, naar onze mening. Dat begrijp ik heel goed dat u dat zegt, hè, want we zijn altijd op zoek naar multifunctionaliteit. Aan de andere kant moeten we ook vaststellen dat ook gewoon vanuit fysiek oogpunt een drietrapsraket tussen waterbaan, kanovereniging en havenfaciliteiten, ja, die gaat niet samen als je wilt voldoen, zeg maar, aan de wensen van de verschillende partijen om of op een bepaalde plek in het vechtpark te zitten of om aan te sluiten bij het centrum van Hardenberg. Het is wel zo dat ik daarom wil kijken heel nadrukkelijk naar die synergievoordelen tussen de kano en de waterbaan. Maar ook als we verder kijken in het traject voor te komen, zeg maar, naar aanlegplaatsen met daarbij wat voorzieningen. Dat we ook bij die voorzieningen heel nadrukkelijk gaan kijken. Kunnen we daar ergens aanhaken bij andere functionaliteiten die we daar rondom die plek hebben. Mooier voor u is natuurlijk wel dat, zeg maar, de plek die we nu voor ogen hebben niet direct schaadt aan die ecologische verbindingszone. Dat zal u ongetwijfeld aanspreken. Mag ik nog één aanvulling maken, voorzitter? Of met meneer Beukman in dit geval. Want ik sluit me wel gedeeltelijk aan bij wat er gezegd wordt. Want het
Dus niet zozeer dat het de uitvoering hier fout gaat. Het is wel zo dat op het moment dat het hier ter keuze wordt neergelegd, direct een verband wordt gelegd met het doorgaan van CPO. En dat maakt de keuze wat lastiger, hè? Want het werd gelijk gezegd, als dit niet, dan gaat het CPO niet door en dat moeten we niet willen. En dat vindt mijn fractie wel een dingetje. U had ook wat eerder in het, niet u, maar uw voorganger wat eerder in het traject kunnen zijn wat dat betreft. Dus dat is iets, denk ik, om mee te nemen. Want dit is niet van gisteren, dat speelde al een poosje, had ook best wel wat eerder ter tafel kunnen komen. En vraag 2 is dan, was ik net vergeten, nog even, want u gaat nog uitzoeken of er een hotelmogelijkheid op dezelfde locatie zou zijn. En dan kom ik toch even terug op de constructie. Houdt dat in als zich een hotelier meldt die hier een heel groot hotel wil bouwen en u voelt daarvoor dat u weer erfpacht moet uitkopen van de Kamervereniging en alweer in hetzelfde traject zit? Of gaat u nou zelf gewoon bouwen en geeft u het om niet in gebruik aan de Kamervereniging en blijft u zelf eigenaar en daarmee houdt u alle regie in eigen hand? Nee, volgens mij heb ik aangegeven dat ik wel eens wil kijken hoeveel zeg maar, oppervlakte er beschikbaar blijft in die rode vlek voor eventuele andere activiteiten. Dus daarmee heb ik niet voorgesteld dat we dan weer naar een verplaatsing van de. Nee, maar ik bedoel toch eens 2 vragen hoor. Vraag 1, maar stel nou voor dat, hè, want dat is ook hier het geval. Hè. De KNVB zat daar en er komt een CPO, dan moet de KNVB weg. Stel nou voor, er komt iemand die wil daar 150 kamers hotel bouwen. En daar is het de bestemming voor, hè, want de bestemming kan daar. Er kan een hotelfunctie, is mij de vorige keer verteld. Moet u dan weer de Kamervereniging uitkopen? Of houdt u nu juridisch het hef in eigen handen en blijft u gewoon zelf eigenaar van het onderliggende perceel? U gaat, ja. Want die bouwmogelijkheden zijn wel behoorlijk, zijn niet zo gigantisch hoor in het vechtpark. Er kan een gebouw op een vlek, maar niet een hotel van 10 hoog. De maximale hoogte is, maar dan zeg ik dingen uit mijn hoofd, 15 meter of zoiets. Dus het is, eigenlijk past dit perfect, laat ik het zo zeggen, wat we nu hebben. Dat past perfect binnen bestemmingsplan en structuurvisie. Hotel met zoveel kamers, we kunnen het nakijken en ik zal precies ook. Ja, er is er sprake van geweest namelijk dat daar gebouwd mag worden omdat er ook een hotel voorzien is. Onder de functie recreatie vallen een aantal dingen, waaronder inderdaad verblijf. Dus dat zou ook kunnen. Dus er zijn een aantal functies onder die recreatie die ook daar kunnen. Maar ook recreatieve voorzieningen zoals een kano. Het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat er al ruimte is zeg maar, voor nog andere ontwikkelingen, dan is het uiteraard om u raad om daarover te besluiten. Maar dan zullen we weer nadrukkelijk moeten kijken naar wat is dan het effect op ecologie. En dan zullen we dan weer bij stil moeten staan. En overigens is het niet iets waar ik over ga, maar het is uw raad die gaat over de besluitvorming al daar. En ik kan me het, uw raad kennende, niet voorstellen dat als u nu gaat besluiten tot de ontwikkeling van de kano in dat gebied, dat u volgend jaar zegt, nou we strepen het nu weer weg ten behoeve van de hotelfunctie. Dat kan me niet voorstellen. Ik kan me dat wel voorstellen, op het moment dat die vraag zich zal voordoen in Hardenberg, dat we eens gaan kijken met die initiatief nemen of we elders niet een mooie locatie hebben. Want nou ja, misschien is dat wel aan de orde. Voorzitter, mag ik nog misschien een advies meegeven? Graag. Zouden we dit stuk in kunnen brengen de 17e in de oriënterende ronde en dan ook tegelijkertijd zeg maar aanvullend in de raad, zodat we ook op de 17e... Ja, dat is denk ik de agendacommissie die erover gaat. Maar volgens mij zijn er, als u wilt behandelen, 2 smaken. Of de 17e en oriënterend en in de raad, of de 17e direct op de raad. Ik weet niet wat uw voorkeur heeft, maar... Oh, en een raad hoor ik vanuit de ChristenUnie. Maar wij wel waarden en echte voorzitter dat er wel voor de zomer ook echt een keer een beslissing komt. Ja, maar dan doen we dus OR en raad op dezelfde avond. Is dat akkoord? Dezelfde avond. Misschien goed dat ik het mag toelichten, maar zo staat het nu al gepland. We hebben de 17e een oorronde gepland om 8:00 van 8:30 tot 9:30, speciaal voor dit ene onderwerp voor de kanovereniging. En om 8:30 begint de raadsvergadering. Dus als jullie dat willen, een oorronde specifiek voor dit onderwerp, en aansluiten hetzelfde onderwerp in de raad, dan is daar al in voorzien. We zouden zelfs in de ideale wereld en tijdens de oorronde een hamerstuk in de raad kunnen maken. Dat kan. Goed, volgens mij is dat voldoende en als dat zo geprogrammeerd staat, dan is dat ook denk ik de agendacommissie daarmee akkoord. Dan rest mij niks om u toch te danken voor de tijd om dit even te kunnen toelichten. Dank u wel. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom hier op de raadsvergadering van dinsdag 3 juli 2018. We zijn iets uitgelopen in de tijd, maar ik stel voor dat we snel gaan beginnen. Bij de opening mededeling maak ik melding van afwezigheid van mevrouw Rusken. Mevrouw Verschuur is er niet. De heer Geesink is er niet. En mevrouw Joldersma zou later arriveren.
Goed, overigens zijn we compleet. De vergadering is geopend. Geen andere mededelingen. Dan komen we bij de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan wij door naar agenda punt 3. Vaststelling van de agenda. Is er behoefte om deze agenda te amenderen? Dat is niet het geval. Ja? Ik zie geen beweging vanuit de Partij van de Arbeid-fractie. Maar in tweede instantie wel. Meneer Jonkhans. Ja. We wouden graag een motie vriend aan orde over de eikenprocessierups aan de orde stellen. Akkoord. Motie vreemd aan de orde van de dag. Gaan wij noteren bij de bespreekstukken. En dan kijk ik even naar de agenda. Dat wordt een agenda punt 8 toegevoegd. 8. En dat is de motie Partij van de Arbeid. Eikenprocessie RUPS. En dan nummeren volgens de hamerstukken door, zoals het nu lijkt. Dat gaan we dan doornummeren. Kom ik straks bij u op terug. Akkoord. Dat is akkoord. Agenda daarmee vastgesteld. Brengt ons bij de spreekrecht voor de agendapunten. Daar wordt geen gebruik van gemaakt. Is ons gebleken ook nu niet. En dan gaan we door naar de besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 juni 2018. Akkoord wat u betreft. Geen opmerkingen binnengekomen. Dan is daarmee de besluitenlijst van 5 juni vastgesteld, definitief gemaakt. Brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. De 3 juli. Agenda punt 6. De jaarstukken 2017 en de resultaatbestemming 2017. Achtste wijziging van de begroting 2018. Heb ik het goed begrepen dat alle fracties daarover het woord wensen te voeren? Dat is het geval. Dan denk ik dat het ook goed is om dat op volgorde van grootte te doen, gezien het onderwerp ook. En wil ik als eerste het woord geven aan de fractie van het CDA. De heer Bakhuis zal het woord voeren namens deze fractie. Het woord is aan u. Voorzitter, eerst maar een paar woorden over het accountantsverslag dat we allemaal nu hebben toegezonden gekregen. We weten allemaal de procedure, dus daar ga ik verder niet op in. Het accountverslag op zich stemt de CDA tot tevredenheid. We nemen kennis van een mooi resultaat dat voldoende verklaard wordt, zowel in de jaarrekening als in dit verslag. Als we kijken naar de financiële positie van onze gemeente, kunnen we stellen dat we, uitgaande van de kengetallen die genoemd staan in zaken als weerstandsvermogen, solvabiliteit en netto schuldquote, een financieel gezonde gemeente zijn. En we hopen dat natuurlijk ook te blijven in de toekomst. In hoofdstuk 4.4 wordt gesproken over de besteding van gelden met betrekking tot het sociaal domein. Het verslag noemt dan het feit dat de controle op WMO en de besteding van de zorg in de vorm van PGB onzekerheden kennen over de daadwerkelijk geleverde zorg. Dat wordt ook genoemd in de notitie die is onlangs toegezonden is. We hebben daarover nog wel een vraag, en misschien een soort van verdiepende vraag. Betekent dit dat de zorg wel is betaald, maar men niet weet of de zorg is geleverd? Of betekent dit wellicht dat niet alle beschikbare middelen zijn aangewend om die zorg te kunnen leveren? Dus ik kan daar de wethouder straks op ingaan. Overigens vinden we het mooi om te lezen dat bovenstaande geen betrekking heeft op een zorgenkindje genaamd jeugdzorg, hoewel daar natuurlijk wel een financiële zorg ligt. Ten aanzien van de jaarrekening 2017, zoals ook al in de OR is gezegd, een mooi resultaat dat wellicht vooral te danken is aan de grondexploitatie, maar toch. Het jaarverslag 2017 laat ons zien dat er veel gerealiseerd is in het afgelopen begrotingsjaar en dat we daar als raad en gemeente best trots op mogen zijn. Het laat ons ook zien dat we hier in dit huis in staat zijn goed te kijken naar wat onze inwoners nodig hebben als het gaat om de vitaliteit en met name de kleine kernen. En een mooi voorbeeld is dan natuurlijk de instemming van de raad met de bouw van het MFA in de Krim, dat begrotingstechnisch weliswaar niet paste, maar een mooi voorbeeld van een goede samenwerking van burgerparticipatie en gemeenteraad. En zo zijn er meerdere mooie voorbeelden te noemen.
En misschien als kers op de taart, die misschien vooral de VVD goed zal doen, een gedaalde netto schuldquote. De grootste uitdaging lijkt ons om die dynamische gemeente te blijven, waar geld het beleid volgt, waar niet te veel systematisch wordt gedacht en bestuurd, maar waar we telkens ons beleid het belang van onze inwoners te laten dienen. Tot zover. Akkoord, dank u wel. Het woord is aan de volgende fractie. Ik zie dat er geen vragen of opmerkingen zijn. De heer Stelpstra, fractie van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie is zeer dankbaar voor het resultaat. We mochten in het jaarverslag lezen dat er weer een hoop dingen zijn gebeurd in onze gemeente. Het financiële resultaat stemt ons zeer tevreden. Ook als we kijken naar de cijfers, de netto schuldquote, dat soort zaken, gaan we de goede kant op. En we hopen dat het college deze lijn zal voortzetten. En daarvoor moeten we natuurlijk het vorige college bedanken. Dus wat dat betreft is het een wat bijzondere situatie. Als we kijken naar de accountantsrapportage, en daar hebben we tijdens de oriënterende ronde ook al bij stilgestaan, dan zien we daar toch dezelfde punten in terugkomen. En we zien ook in de reactie van het college dat zij dat ook willen oppakken. Maar goed, we hopen dat het, zou ik zeggen, ook een keer tot een einde komt. En met name ten aanzien van de opmerking van de PGB-controle, dan lezen we dat de accountant aangeeft dat er geen controle heeft plaatsgevonden. Maar we zien dat het college stelt dat er wel controle heeft plaatsgevonden. En daar zijn we eigenlijk benieuwd naar. En voor de rest kunnen we instemmen met de stukken. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. En naar de fractie van Op Koers, mevrouw Kel. Dank u wel, voorzitter. Onze bijdrage aan de beschouwing van de jaarstukken is beperkt. Het is een weergave van bestaand en goedgekeurd beleid. Wij wachten op de doorberekening van ons nieuwe college, coalitieakkoord. Wel maken we van de gelegenheid gebruik om een aantal zaken aan de orde te stellen. In de eerste plaats het verdwijnen van het hondenvuiltje aan de rand van Baalder. Eind jaren 80 opende wijlen wethouder Bart Gritter het eerste veldje met het bordje "Loslopen mag hier ook." Dat gold voor hond en baasje. Helaas is met de plaatsing van het kunstwerk Horen ter verfraaiing van het vechtpark de honden de toegang ontzegd. Het willen wij op koers.nu niet in dat er met enige goede wil bij de realisatie van het vechtpark, dit gedeelte staat in het volgende in de planning, geen oplossing te vinden is voor mens en dier. Graag een reactie. We hebben als gemeenteraad van Hardenberg in augustus vorig jaar een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de realisatie van zonnepanelen op de vuilstort het bovenveld bij Rezerveen. Daarmee was voor gedeputeerde staten de weg vrij om een vergunning af te geven voor het realiseren van een zonne-energiepark op de vuilstortlocatie. Het was de bedoeling dat er 11,5 hectare zonnepanelen zouden komen, met een totale opbrengst van 6 megawatt. Daarmee wordt er genoeg zonnestroom geproduceerd voor 1500 huishoudens. Voorzitter, ons bereiken de geruchten dat het hele project afgeblazen wordt. Berust dat op waarheid? En zo ja, wat is dan de oorzaak? Tot slot een opmerking over woningbouw in het buitengebied. Het is ons opgevallen dat in een aantal gevallen van gevraagde woningbouw in het buitengebied er jarenlang geen mogelijkheden waren. Het was met enige verbazing dat wij kennis namen dat er nu toch wel toestemming is gegeven. Zijn deze vergunningen gebaseerd op een verruiming van het beleid of zijn er andere oorzaken te noemen? Ook hierop willen we graag een reactie. Op koers.nu heeft er ook behoefte aan om de ambtelijke organisatie hartelijk dank te zeggen voor het aanleveren van de jaarstukken in de afgelopen woelige periode. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Ik had even de indruk dat u bezig was met de kaderbrief, gezien de vragen die u aan het college stelt. Maar u gaf zelf aan dat het wel degelijk ging over de jaarstukken. Dus laat even aan het college over in welke instanties ze dat willen beantwoorden, zeg maar. Maar
Komt ongetwijfeld goed. De heer Gelling maakt zich op, fractie van de VVD, voor agenda punt 6. Voorzitter, dank u wel. Nou, ik kan het kort houden namens de fractie van de VVD, want de vragen die ik had genoteerd, die zijn gesteld. We moeten constateren dat als CDA en ChristenUnie zich al bezighouden met de schuldquote, dan blijft er voor mij natuurlijk weinig meer over. Voorzitter, de jaarrekening ziet er ook goed uit. Het is wat het is. Hè. Het is een weergave van het afgelopen jaar. En ook het jaarverslag is heel duidelijk. Complimenten daarvoor. Helder verhaal, wat goed door te lezen was ook nog. Nu mijn laatste punt. Het hondenveldje bij Baalder al door op koers behandeld is. Blijft er wel heel weinig over, voorzitter, om nog iets van te vinden. Dan neem je weg dat wij nog één motie in voorbereiding hadden ter zake de behandeling van jaarverslag en jaarrekening. En die betrof... het in verschillende instanties eigenlijk neerleggen van de stukken die wij in ieder geval graag in één keer zouden ontvangen. Het verzoek was dan, wat ik had willen noteren, was om de jaarrekening niet eerder aan te bieden ter behandeling in de Raad dan dat er een accountsverklaring bij zit met het liefst een goedkeurende verklaring. Maar ik heb begrepen ondertussen dat raadsbreed iedereen dat wel vindt en dat we daar een benen op tafel sessie mee gaan organiseren. Om eens te kijken hoe we kunnen komen tot een betere planning- en controlecyclus. Ik wil er niet al te veel van uitweiden, want elke keer als wij het over hebben, minister Elpsa en ik, zie ik de verveling dan wel ergernis bij andere mensen hier op het gezicht. Dus wil ik volstaan met complimenten voor de stukken. En we kijken uit in ieder geval naar de sessies om te komen tot een goede planning- en controlecyclus. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Jonkans, aan u het woord. Dank u, voorzitter. Ja, de jaarrekening laat een mooi resultaat zien. Hoewel niet strikt noodzakelijk is, dat het resultaat toch in zijn geheel aan de algemene reserve toe te voegen. Want er is eigenlijk voldoende weerstandsvermogen opgebouwd. Dat zal meneer Gelling ook deugd doen. We kunnen daarom wel instemmen met het voorstel. Dit geeft namelijk wel vertrouwen voor de toekomst, want... er zijn nog allerlei opdrachten in het coalitieakkoord die nog tot uitvoering moeten gaan komen. Dus en daar kijken we met belangstelling voor uit, naar uit. En daarbij zal dat opgebouwde vermogen een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Dank u wel. Bijna een soort cliffhanger, meneer Jongerhand, die u hier uitspreekt. We zullen zien hoe het verder gaat in de volgende aflevering. 50 plus. Het woord is aan de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Er is natuurlijk al ontzettend veel gezegd. Eén punt willen wij als 50PLUS toch hier in het midden liggen. En dat is het geld wat overblijft van de WMO. Dat verdwijnt nu allemaal in de algemene middelen. En we willen dat graag apart zien. En we willen dan ook daarvoor een motie indienen. Om het college toch in ieder geval te verzoeken met het boekjaar 2018 de overblijvende gelden van de WMO... apart, dat is voor de WMO. Akkoord. Wilt u dictum, heeft u het dictum van de motie? Dictum van de motie. Met ingang van het boekjaar 2018. Deze gelden apart te boeken op een zuiverrekening WMO gelden. En alleen daarvoor te gebruiken. Akkoord. Een ingediende motie van de fractie van 50 plus. Die gaan we even nummeren. Nummer 1. Akkoord. Dank u wel. Voor ze mogen daar gelijk reageren. De heer Stelpstra en dan de heer Gelling. Ja, voorzitter, ik wil ook graag een vraag stellen. En de heer Brink. De heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Ik ben even benieuwd of ik zat niet goed op te letten. Dat kan ook, ik hoop het niet. Maar wat zijn exacte overwegingen om dit te doen? En u bent er zich ook van bewust dat dit tegen het beleid ingaat... wat wij hebben als gemeente om geen aparte reservepotjes te houden. We hebben... Binnen onze risicoreserve hebben wij al een deel specifiek voor het sociaal domein waar dit onder zou vallen. En eigenlijk vraagt u nu weer om nog een potje te maken, waarvan wij als raad hebben gezegd dat dat doen wij niet meer, omdat we dan te veel verschillende potjes krijgen. En even vanuit die gedachtenlijn denk ik niet dat de ChristenUnie meegaat met een dergelijke motie. Nou, ik vind u spreekt nu wel uit het verleden. We zitten hier met een nieuwe club mensen. En ik vind dat toch een heel belangrijk punt om dat hier neer te leggen. Ja, nou, zo lang verleden is dat ook weer niet, om het zo maar te zeggen. Hè. We hebben heel lang met potjes gewerkt en een raadsperiode terug hebben we dat besloten om dat niet te doen. En dat geeft een heel transparant beeld. En eigenlijk maakt u nu de opmaat naar nog weer verschillende potjes. Het is mij nog steeds niet helder wat nou exact
de reden is of, om dat te doen. Ik denk ook dat u mij nog even moet overtuigen. In ieder geval proberen te overtuigen om dat te doen. Nou, dat wil ik zeker proberen om u te overtuigen. Kijk, er zijn nu nog wel eens dingen die blijven liggen in de BMO. Waar geen geld voor is. Terwijl dat er geld overblijft op andere dingen. Stop dat dan daarin, zodat je mensen kunt helpen. We zitten hier voor de bevolking en niet voor onszelf. Akkoord. Mag ik daarbij laten? Er zijn nog een paar vragen. De heer Gelling eerst en dan de heer Brink. Ja, voorzitter, want los van het besluit om niet al te veel potjes te willen creëren, is het zo dat eenzelfde voorstel inderdaad vorig jaar volgens mij gedaan is door de Partij van de Arbeid, om ook gelden te opmerken ter zake het sociaal domein waarop verdiend zou zijn. En toen hebben wij heel duidelijk ook aangegeven dat u zelf daarmee tekort doet. Want de raad heeft hier namelijk raadsbreed aangegeven dat ter zake het sociaal domein de financiële factor nooit van doorslaggevend belang gaat zijn voor de uitvoering van het beleid. En u zou uzelf dus tekort doen hiermee, omdat u, als u zegt de gelden voor WMO worden geoormerkt alleen voor de WMO, zou dat ook betekenen dat als die gelden op zijn voor de WMO, er dan niks meer beschikbaar zou worden gesteld. En dat was nou net niet de bedoeling, dus uw motie is niet nodig. En dat is even kennis die u wellicht die in het verleden opgedaan is. Maar het is dus niet nodig, omdat hier in de raad, raadsbreed is gezegd, mocht er geld nodig zijn voor het sociaal domein, mochten de burgers in de knel komen, dan zal er altijd geld gevonden worden uit welk potje dan ook. Dus het is niet nodig om apart te gaan opmerken. Akkoord, de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit eigenlijk aan bij de woorden van de heer Gelling ook. We hebben ook gezegd in de raad van ja, geld volgt lijkt niet andersom. Dus in principe is dat wel een juiste vertaling. Maar u zei net, en daar werd ik even nog wakkerder van. U zei van, er blijven in de WMO wel eens dingen liggen. Maar waar heb je het dan over? Over wat voor dingen? Heer Schuurwald. Er zijn bij ons gevallen bekend waar geen voldoende huishoudelijke hulp wordt gegeven. En dan denk ik, als er dan zoveel geld overblijft, waarom gebeurt dat niet? Terwijl dat mensen het wel nodig hebben. Dus we blijven pleiten voor het geld toch gewoon mee te gaan voeren. Ja. Akkoord. Ik neem aan dat u de motie in stand houdt. U heeft een soort inzicht gekregen hoe daar waarschijnlijk over gestemd gaat worden. Akkoord. Wij gaan door met de ja-stukken. En ik was gebleven, ik pak even het schema er weer bij. Fractie van GroenLinks, heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik dacht, ik loop even door, anders ben ik langer aan het lopen dan dat ik aan het woord ben. Want de financiële positie ziet er gewoon goed uit. Het jaarverslag is ook duidelijk. Het weerstandsvermogen en de solvabiliteit is op een niveau waar GroenLinks tevreden stemt. Wel moeten we de ontwikkelingen zeker in het sociaal domein goed blijven monitoren. Dat geeft de accountant ook aan. En het college ook in de reactie op het accountantsverslag. De heer Gelling gaf zo net al aan dat het goed zou zijn om die planning- en controlecyclus eens nader te bekijken. Dat ondersteun ik en GroenLinks denkt daar graag in mee. En ziet die discussie graag komen. Akkoord. Dank voor de bijdrage. Tot slot de fractie van D66, de heer Rodemond. U ziet het al, ik heb erg weinig tekst. Niet omdat al het gras voor de voeten is weggemaaid, maar D66 beschouwt deze jaarrekeningen, het jaarverslag, als een mooie afsluiting van een mooie beleidsperiode van een vorig college. En eigenlijk wil ik alleen maar hierbij de hoop uitspreken voor ruimte voor nieuw beleid ten aanzien van bijvoorbeeld wonen, zorg en nieuwe energievormen. Daar wilde ik het voorlopig graag bij laten. Ik wens het nieuwe college dan ook veel succes voor de toekomst. Dank. Daarmee hebben we de eerste ronde gehad. Constateer ik dat er nog een aantal vragen liggen voor het college. Dat er een motie is ingediend door 50PLUS over de bedragen voor de WMO. En ik kijk in de richting van het college. Ik wil allereerst de wethouder Financiën inderdaad de gelegenheid geven om zijn reactie te geven. Het woord is aan de heer Breukeman. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een klein aantal vragen die nog open liggen. De eerste gaat denk ik over de accountsverklaring die toespitst op het punt van het PGB. Door een aantal partijen aangestipt in hun betoog. Hoe zit dat precies? Hè? Wij zeggen van nou, wij doen wel aan controle. De accountant zegt van nou, u doet dat eigenlijk te weinig. Er zijn eigenlijk 7 punten. U ziet dat op bladzijde 22 van het accountantsverslag. Die van belang zijn voor de levering van zorg. 7 punten waar we naar kijken.
Bij het verstrekken van het PGB krijgt de cliënt natuurlijk zelf de mogelijkheid om zorg in te kopen. Het is wel zo dat die zorgvraag moet bij ons bekend zijn. Die wordt ook door ons getoetst. De cliënt moet een behandelplan overleggen aan de gemeente. We kijken ook naar de doelen die in dat behandelplan staan. Als wij denken dat die doelen niet gehaald worden, dan zullen we ook die PGB'en niet verstrekken. Daarnaast is het ook zo dat de SVB ons ook wijst op mogelijke fraudegevallen als die bij hun in beeld zijn of waar zij daar verdenkingen van hebben. Dus wij denken best wel dat we een aantal pijlers hebben waar wij zeg maar die PGB aan toetsen. De accountant zegt eigenlijk heel strikt, ja, u volgt niet heel nadrukkelijk op het moment dat zeg maar, het PGB verstrekt is, ook de daadwerkelijke uitvoering ervan. Nou, hebben wij zowat onze ideeën over, maar hebben ook aangegeven dat wij de aanwijzingen in die zin van de accountant zo goed mogelijk willen implementeren in ons beleid. Dus dat nemen we zeker mee. Daar komt dat vandaan. Een tweede punt waar ik even kort bij stil wou staan is de oproep van de heer Gelling om eens te kijken naar de PNC-cyclus. Dank daarvoor zou ik haast zeggen. Die handschoenen pakken we ook graag op. Wil ook graag met uw raad daarover in gesprek. Ik heb al ook wat verkend bij andere gemeenten. Nou, er zijn legio aan voorbeelden zeg maar, hoe om te gaan met die PNC-cyclus. Deze raad heeft destijds gezegd, we gaan de jaarstukken loskoppelen van de kadernota, want die twee dingen samen is misschien wel wat erg veel. Dat heeft er wel toe geleid in de afgelopen jaren dat we vaak hier jaarstukken op tafel hebben gehad zonder een goedkeurende accountsverklaring daarbij. Er zijn ook gemeenten die werken met een perspectiefnota. Er zijn gemeenten die werken met één bestuursrapportage in plaats van twee bestuursrapportages. Nou, tal van varianten mogelijk. En ik zie ernaar uit om met uw raad daarover in gesprek te gaan om te kijken hoe we een goed invulling kunnen geven aan die PNC-cyclus. Want ik ben het in feite wel met u eens. Dus zegt ja, het is altijd beter om de jaarstukken te behandelen met de accountantsverklaringen erbij. Laatste punt. Kan ik nog iets aan toevoegen, voorzitter? De heer Brink, ja. Ja, want voor nieuwe raadsleden is het soms wel eens lastig om ook met te doorgronden van wat nou de samenhang is, hè, tussen verschillende documenten en hoe je nou dingen moet lezen. Zou het nou misschien een idee zijn om ook in combinatie daarvan ook de nieuwe raadsleden mee te nemen in de PNC-cyclus, tegelijkertijd u kijkt hoe u kunt komen tot een goede PNC-cyclus van onze gemeente? Die suggestie wil ik u eigenlijk nog wel meegeven. Ja, dank u wel. Dat klopt ook. We hebben in die zin in de cyclus bestaande zeg maar, uit 5 facetten. Hè. We hebben de jaarstukken, we hebben de eerste bestuursrapportage, de kadernota, de tweede bestuursrapportage en dan hebben we een opmaat naar de begroting. We merken ook iedere keer daarin dat bijvoorbeeld de meicirculaire wel bij ons binnenkomt, maar niet vertaald kan worden in de kaderbrief. Nou, dat zijn een aantal van die dingen waar we gewoon in de tijd tegenaan lopen waarvan ik denk, nou, als we daar met elkaar een modus in kunnen vinden, en dat zou misschien wel kunnen zijn een modus die er 3 bestaat, hè, jaarstukken, iets van perspectiefnota en dan richting een begroting. Maar goed, die uitwerking zullen we met elkaar moeten bespreken. Dan zou dat volgens mij ook voor nieuwe raadsleden een welkom traject zijn. Volgens mij mag ik nog 1 vraag stellen. Ja, Gelling. Want een deel van de oorzaak voor het elke keer zo laat aanleveren van de accountsverklaring ligt ook in het aanleveren van informatie van derden. En onder andere ook bij die prestatieleveringen voor de PGB's. En BVO Jeugd. Ja, maar hebben we ook met de SVB te maken. En die krijgt ook zelf weer geen goedkeurende verklaring. Is het toch zo dat u daarmee bezig bent om die aanlevering van informatie zorgvuldig te krijgen? Want daar zit natuurlijk een groot deel van de oorzaak van deze vertraging. Jazeker, wij proberen zeg maar, die termijn ook zo vroeg mogelijk naar voren te halen en daar invloed op uit te oefenen. En dat lukt niet altijd, omdat je ook in samenwerkingsconstructie zit met allerlei andere partners. Maar ik ben het wel met u eens dat het beter is om jaarstukken te behandelen, zoals we vanavond ook doen, met daarbij een accountantsverklaring. Dus die meningen die delen we volledig. Kleine opmerking erbij, kan natuurlijk niet zo zijn. Hè, want we hebben ook termijnen bij de provincie. Als je niet op tijd je jaarstukken inlevert bij de provincie, dan heeft dat nogal wat consequenties. Ja, die staan niet in verhouding zeg maar, tot de afweging denk ik, die we maken van nou ja, nog die stukken in samenhang behandelen. Laatste punt, voorzitter, waar ik even kort aan wil tippen, is de motie die nu op tafel ligt van 50+. Een motie die ingaat op de middelen van de WMO. De raad heeft daar volgens mij ook al het nodige van gezegd. Maar goed, voor mij is het gebruikelijk om als college ook kort te reageren op moties die zijn ingediend. Het is daarbij zo dat we hier altijd hebben gezegd dat wij behandelen het sociaal domein als één geheel. De afgelopen raadsperiode is dat ook gebeurd. We hebben dat als één geheel beschouwd. Dat wil zeggen de WMO-middelen, jeugdzorg en participatie.
En we kijken in totaal inderdaad, zoals de heer Gerling ook geschreven, naar het pakket van zorg. En de financiële middelen zijn daarbij volgend. Het klopt dat er in 2017 inderdaad middelen zijn overgehouden op het WMO-budget. Aan de andere kant hebben we tekorten gezien op andere thema's. En dat leidt ertoe dat we in 2017 dus bijna een kwart miljoen tekort komen op het sociaal domein. Dat is niet erg. Je moet van het financiën natuurlijk altijd wel even in de gaten houden dat het niet helemaal uit de klauwen loopt. Maar die zorg heeft u altijd voor opgesteld. En de financiën zijn dan volgend daarop. Dus in die zin zou ik toch willen adviseren om die motie niet over te nemen. Nog los van het argument dat ook is vastgesteld dat wij niet meer al die bestemmingsreserves in de begrotingen willen. En ik zou voor willen stellen om die lijn vast te houden. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Ik zie de heer Stelpstra nog. Ik had nog een korte vraag aan de heer Breukman. U geeft aan, wij doen een aantal checks bij die PGB. Dat, als ik het goed interpreteer, zit dat met name in de voorfase. En niet zozeer op de prestatielevering. Maar ik heb ook begrepen van onze specialist in de fractie dat wij in de verordening hebben staan dat wij een prestatielevering doen. Ik zou u toch willen adviseren om dat zo spoedig mogelijk op te pakken. Volgens mij kijken wij wel of doelen uit het behandelplan behaald worden. Maar daar wil ik ook wel eens met de wethouder zorg overleggen. Maar ik heb ook toegezegd dat wij de aanbeveling van de accountant ter harte nemen. Dank u wel. Voorzitter. De heer Bakhuis. Ik mis daar eigenlijk het antwoord op mijn vraag. Klopt dat? Nou ja, dat ligt eraan. Ik had er drie genoteerd. Het gaat ik heb er drie de gehad. Zorg, de levering van de zorg. Ja, er is meer voor de... Ik denk dat die dan dadelijk nog aan de orde periodstap zal zijn. Maar anders gaan we die zo nog even herhalen. Ja, misschien volgens mij is het sowieso goed om die vraag even te herhalen. Voor financiën is voor dit moment voldoende. Ik had ook nog een vraag genoteerd van Koers.nu over het Bovenveld. Kijk even duurzaamheid even naar de wethouder Bruinsma. Mevrouw Kelder. Ook de vraag nog even over het buitengebied, hè? Woningbouw, woningbouw in het buitengebied. Ja, die komt zo ook. Staat allemaal genoteerd. Daar komen we zo op terug. Dank u wel, voorzitter. Om terug te komen op de vraag van op Koers.nu over Bovenveld. Wat gehoord. Bij ons zijn er geen berichten binnengekomen dat dit niet zou zijn. Maandag 18 juni was ik bij de ROVA, waar zij mij ook konden vertellen dat zij heel blij waren dat zij subsidie hebben gekregen om die zonnepanelen neer te leggen. Dat was voor hun best wel een heugelijk feit. Sindsdien heb ik dus niet gehoord dat het niet zou doorgaan. Akkoord. Daarmee voor dit moment voldoende. Kijk even naar de heer Bakhuis, de vraag over de zorg. De geleverde zorg, zeg maar. Daar had u een vraag over. Het ging erover of die zorg wel is betaald, maar nog maar niet weet of de zorg is geleverd. Of dat wellicht alle beschikbare middelen niet zijn aangewend. Omdat er dus in het accountantsverslag stond dat iets over de controle op die zorg en over niet geleverde zorg. Ja, kijk even naar de wethouder of zorg. We kunnen ook de heer Breukman zie ik staan, dan zou hij ook zijn vraag over de woningbouw in het buitengebied nog even kunnen meenemen van op koers. Nou, als ik het even benader vanuit het accountantsverslag vanuit financiën, dan wordt er eigenlijk gezegd van je moet iets strakker kijken of zeg maar, ook de verstrekte middelen ook zeg maar, op de juiste manier doelmatig zijn afgedaan. En wij doen dat wel via de behandelplannen en de doelen die erin staan. Hè. Er zijn mensen met een zorgvraag die bij ons komen, een behandelplan, die bespreken we ook met zorgaanbieders, dat soort zaken. Maar de kant zegt, je moet iets stipter zijn in die laatste fase zeg maar, van die PGB-verstrekking. Dus niet zeggen dat er geen zorg geleverd is, want er zijn mensen die zorg nodig hebben. Dat zien we ook in de toetsing van het behandelplan. Maar in de verslaglegging moeten we daar iets strikter op zijn. De zorg is wel geleverd? Ja. Ja. Het gaat meer om de administratieve werking. Ja, precies. Hoe ja. Expliciet ja. doe je ja. dat? Zeg. Ja. En er lag nog een vraag van woning in het buitengebied van op koers. Voor zover ik weet hebben we tot nu toe nog geen nieuw beleid. Kan natuurlijk sprake zijn dat er iets voortgekomen is vanuit de kader rood voor rood. Dat zou kunnen. Ik ken de casus niet die u als voorbeeld noemde. Daar zouden we misschien later even over kunnen spreken. Het is wel zo dat zeg maar het ruimtelijk kader dat we hebben in het buitengebied. Nu maak ik voor het gebruik af en toe van rood voor rood. Ik ga van de zomer naar een aantal andere gemeenten waar ook dergelijke regelingen zijn. Dat kan een schuur voor schuur zijn. Ik geloof dat ik naar 4 of 5 gemeenten ga om eens te kijken van wat zijn nou daar, zeg maar, is daar het beleid in het buitengebied.
En wil ik het najaar eens met u over hebben of daar nog dingen tussen zijn die voor onze kansen bieden. Akkoord, dank u wel. Daarmee zijn volgens mij alle vragen beantwoord die in de eerste termijn zijn gesteld. En ik kijk uw kring rond. Is er behoefte om gebruik te maken van de tweede termijn of zullen we tot stemming overgaan? Mevrouw Kelder. Ja, ik wou ook graag een reactie op het hondenveldje in Baalder. Dus, Laten we dat nou helemaal vergeten zijn. Dat is toch zonde. Gelukkig. In de herkansing, de heer Torietstap. Ja, vanuit economisch belang is dat van geloof. Het hondenveldje en het vechtpark. Ik neem aan dat u in die tip daar bedoelt. Ik weet dat we onderzoek hebben gedaan om te kijken naar de mogelijkheden. Hè, maar het is nog een gebied wat in ontwikkeling is. Waar we met heel veel verschillende eigenaren ook in gesprek zijn. Er is nu een hondenuitlaatgebied. Dat blijft er ook. Hè, maar het gaat volgens mij vooral ook over de bereikbaarheid van zo'n hondenveldje in het grote geheel. Dus ik weet niet precies wat de aanleiding en de achtergrond van die vraag daarin is. Voorzitter, dat ik even toelichting mag geven. Want ik ben degene die daar al 30 jaar de hond uitlaat. De hond maakt er gebruik van, ik niet, zegt even. Ja. Maar met de plaatsing van het zinnenbeeld Horven is de toegang, zijn er twee bordjes geplaatst van geen uitlaatstrook. Inmiddels is die geer weggedaan, weggeveerd, heb ik ook niet gedaan. En het kunstwerk functioneert prima. De kinderen klimmen er vooral bovenop. Er wordt echt heel veel gebruik van gemaakt. Wat betreft de waardering van de kunst. Ik heb mijn hond ernaar zien kijken en ik zag echt die dag van dit haal ik in 10 jaar niet. En de vraag luidde... Waarom bordjes plaatsen van geen uitlaatstrook als het veld nog in functie is? Voorzitter, ik zeg u toe dat we er nog eens even naar zullen kijken. Of daar, hoe dat met die hondjes, of niet met die bordjes zit. En ook wat dat met uw hond doet. Maar de combinatie honden, uitlaatstrook en kinderen zullen we ook even goed naar moeten kijken. Dus ik zeg u toe dat we er in ieder geval eens even verder onderzoek doen. Ja? Deze komt op de lijst met toezeggingen te staan. En daar komen we op terug. Dank u wel. Daarmee volgens mij echt alle vragen inderdaad beantwoord of in ieder geval in het proces gezet. Is er behoefte aan een tweede ronde? Dat klinkt bijna opmerkelijk als je net over hondenveldjes hebt gehad. Maar dat is in ieder geval, mag ik voorstellen om tot stemming over te gaan van de jaarstukken 2017 zoals die voorliggen. Dan beginnen we met de stemming over de stukken zelf en dan de motie. Kunt u instemmen met de jaarstukken 2017 en de resultaatbestemming zoals die voorligt en de begrotingswijziging? Akkoord neem ik aan, gezien de inbreng die u heeft gehad. Algemene stemmen van de aanwezigen aangenomen. Dan breng ik de motie in stemming. De motie van de fractie van 50+. Het gaat over de overgebleven WMO-gelden apart beschikbaar te houden. Ik vraag u wie. U moet uw hand opsteken als u kunt instemmen met deze motie. En ik zie de hand van de heer Schuurman, 50+. En daarmee is de motie verworpen. Akkoord. Dank u wel. Dat brengt ons bij agendapunt 7, de kaderbrief. De kaderbrief 2019 van de gemeente Hardenberg. En daarover hebben wij afgesproken om daarover een algemene beschouwing te geven. Ik ga ervan uit dat iedere fractie daar wel iets over zou willen zeggen. Ik wou ook voorstellen om dat op grote te doen gezien het onderwerp. En ik merk ook op dat het goed gebruik is in onze raad om bij die algemene beschouwing ook in die eerste termijn niet te interrumperen, maar dat ook iedereen zijn woordje kan doen. Dat is een afspraak die we eerder hebben gemaakt. Mag ik de fractie van het CDA verzoeken als eerste te beginnen? De heer Brink. Zeker, voorzitter, dat mag u. Voorzitter, 2018 is voor de gemeente Hardenberg, net als voor veel andere gemeentes in Nederland, tot dusver een bewogen jaar geweest. Zo mochten wij na de gemeenteraadsverkiezingen veel nieuwe gezichten verwelkomen in de gemeenteraad en kregen we na de coalitieonderhandelingen een heel nieuw college. Bestaande uit 4 partijen die een akkoord sloten onder de titel Verbinding van Betekenis. Veel personen kregen een nieuwe rol en dat gold ook voor mijn eigen persoon. Want, en ik blijf maar even bij het huidige WK voetbal, wie had nou ooit gedacht dat ik ooit nog eens elftal aanvoerder zou worden van een elftal? En voorzitter, dat is gelukt. En nee, dit elftal bestaat niet uit Duitsers of Brazilianen.
maar uit 11 enthousiaste CDA'ers. En ik ben er ongelooflijk trots op, voorzitter, dat ik namens hen deze beschouwingen uit mag spreken. Maar dan nu terug naar de inhoud. Maar na een hele korte terugblik is het nu vooral tijd om vooruit te kijken. En hoewel deze kadernota beleidsarm is, zou ik graag namens het CDA een aantal accenten willen leggen. Allereerst duurzaamheid. Zoals ik ook al in de oriënterende ronde heb aangegeven, heeft de gemeente Hardenberg duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Ik vroeg 2 weken geleden dan ook aandacht voor de wet VET. Of zoals u wilt, de wet Voortgang Energietransitie. Deze wet schrijft bij 1-7-2018 een aansluitverbod voor nieuwbouwwoningen. En ik heb het dan over een aansluitverbod op gas. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente kan een gebied aanwijzen waar aansluiting op het gasnetwerk noodzakelijk is. De CDA-fractie zou graag zien dat wij verder inzetten op het verder gasloos bouwen en wij volgen deze ontwikkelingen dan ook op de voet. En wij zouden graag zien dat ons college dat ook doet. Maar gezien het coalitieprogramma lijkt ons dat geen terechte oproep. Daarnaast luisteren wij vandaag in het Stentor dat ons college op dit moment nadenkt over de implementatie van deze regeling. En wij als fractie laten ons hierover dan ook graag informeren. Het CDA vindt het belangrijk dat de leefbaarheid in de kleine kernen voldoende op orde is. En we juichen het dan ook toe dat veel kleinere kernen van onze gemeente op dit moment zelf nadenken over de toekomstvisie van hun dorp. Dat zien we bijvoorbeeld terug bij de bruggenbouwers in Bouwbrug. Maar ook in de kleinere kernen is deze beweging gaande. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Lutten Leeft of de Krimpse Kracht. Daarnaast lezen wij dat de kleine kernen de weg naar het maatschappelijke initiatievenfonds steeds beter weten te vinden. Zo doet Sipkelo bijvoorbeeld een aanvraag voor een skatebaan. Tijdens het Bouw Je Buurtproject kwam deze ontwikkeling ook al mooi naar voren. En hoewel het buiten koud was, hebben we mooie gesprekken gevoerd en input verzameld voor onze omgevingsvisie tijdens de Bouw Je Eigen Buurt-tour. Om leefbaarheid in kleine kernen een goede impuls te geven, is een goede en betrouwbare internetverbinding van groot belang. En ondanks een geslaagde actie glasvezel in het buitengebied zijn er nog steeds huishoudens niet aangesloten. Dat bleek ook maar weer eens uit een brief die wij op 14 juni van dit jaar ontvingen van een aantal bewoners wonende aan de Luttegreppel in Slagharen. Zij wonen in het grensgebied van onze gemeente. Als CDA denken wij dat er nog meer inwoners zijn die in de grensgebieden van onze gemeente wonen en daardoor geconfronteerd worden met hoge leesjeskosten op het moment dat ze aangesloten zouden willen worden op bijvoorbeeld het glasvezelnetwerk. Wij zouden in de aanloop naar de begroting van 2019 graag een overzicht ontvangen met daarop verwerkt het aantal inwoners dat valt in deze categorie, met daaraan gekoppeld de extra leesjeskosten waar deze inwoners mee geconfronteerd worden. Op deze wijze kunnen we een gedegen afweging maken over het eventueel deels compenseren van deze extra kosten. Wij zijn blij met de toezegging van de portefeuillehouder en zien het overzicht met heel veel belangstelling tegemoet. En het was vorig jaar, voorzitter, dat onze fractie aandacht vroeg voor een inclusieve samenleving. Want in deze gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen meedoet. En nee, voorzitter, en ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken, dan ligt de focus niet alleen op mensen die gebonden zijn aan een rolstoel. De doelgroep is veel breder. Waarbij we bijvoorbeeld aandacht hebben voor onze ouderen en mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. We hebben vorig jaar een mooie werkgroep opgericht, bestaande uit ervaringsdeskundigen, raadsleden en mensen vanuit de ambtelijke organisatie. En na een aantal mooie bijeenkomsten en vormgeving en uitvoering van plannen, werden wij in maart van dit jaar uitgeroepen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland en behoren wij tot de koplopersgemeenten die uitvoering geven aan het VN-verdrag. Mooi. Maar een huisje bouwen is 1, maar het huisje in stand laten en uitbouwen is 2. In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat er toch veel behoefte bestaat aan regiegeld, zodat we verder vorm en inhoud kunnen geven aan onze mooie plannen en we onze gemeente nog toegankelijker kunnen maken. En we zijn blij met de toezegging van de portefeuillehouder op dit punt en vragen haar graag om deze toezegging nog een keer te herhalen. Dan, voorzitter, de CDA-fractie heeft gedurende de verkiezing aandacht gevraagd voor kinderen die er last van hebben dat hun ouders met elkaar de strijd aangaan. In een vechtscheiding, maar ook in de periode ver daarvoor,
ontstaat veel emotioneel en psychisch leed. Schulden en opvoedproblematiek lopen daarbij door elkaar en kunnen leiden tot gedragsproblemen en verminderende schoolprestaties bij kinderen. Het CDA vindt dat kinderen niet te dupe mogen worden van problemen van hun ouders en pleit voor relatietherapie. Ook landelijk bestaat er veel aandacht voor de consequenties van scheidingsproblematiek van ouders. Tot nu toe is gebleken dat relatietherapie niet kan worden bekostigd via de zorgverzekering. En CDA heeft vernomen dat professionele hulpverleners en notarissen in onze gemeente werken aan een preventieve pilot over scheidingsproblematiek. Het CDA is daar enthousiast over en vraagt de wethouder om dit jaar werk te maken van deze preventieve pilot in het kader van jeugdhulp. Immers, via relatietherapie uitgevoerd door professionele hulpverleners in situaties waar ouders met elkaar de strijd aangaan, kan veel leed voor kinderen voorkomen. Ook kan het bijdragen aan het uiteindelijk reduceren van de kosten van specialistische jeugdhulp als op deze manier preventief wordt ingegrepen. Is de wethouder bereid het gesprek aan te gaan met de notarissen en de jeugdprofessionals? Afhankelijk van de beantwoording overwegen wij om in de tweede termijn hierover nog een motie in te dienen. Initiatieven zoals het Ondernemershuis, het Ondernemersstadpunt en de Stad als Huis Doen worden door het CDA ondersteund. Het was dan ook niet voor niets dat wij minister Hugo de Jonge naar Hardenberg haalden om een bezoek te brengen aan laatstgenoemde. En daar werd mij weer eens duidelijk. Synergie tussen partijen kun je niet opdringen. Zoiets ontstaat. Om deze synergie te versterken en daarmee onze economie te versterken, riep ik namens onze fractie het college op om in te zetten op de zogeheten regio-deals. Wij zijn blij met de antwoorden van de portefeuillehouder die aangaf dat de gemeente hiermee bezig is als onderdeel van de regio Zwolle. Inmiddels hebben wij verder informatie ontvangen vanuit de ambtelijke organisatie en begrijpen wij dat de gemeente Hardenberg een rol gaat spelen in de begroting van 2019. Of dat dit in de begroting van 2019 een rol gaat spelen, ik moet het wel goed zeggen. En we zouden graag zien dat het college ons inzicht geeft in de inhoud van deze deal, ook naar de aanloop naar de begroting van 2019. Dan, voorzitter, tijdens de behandeling van de kadernota van de afgelopen jaren hebben wij aandacht gevraagd voor landbouwverkeer op de Twentseweg. We hebben inmiddels begrepen dat het wat de provincie betreft akkoord is een pilot uit te voeren, maar dat er vanuit Hardenberg nu actie nodig is. Op deze wijze kunnen wij zwaar landbouwverkeer weren uit het centrum van Hardenberg. Wij vernemen graag hoe de huidige portefeuillehouder hierin staat en of hij bereid is om samen met de provincie een pilot op te zetten. En we blijven nog even bij de landbouw en ik doe dan specifiek op de natuurinclusieve landbouw die we ruimte willen geven in de uiterwaarden bij Oud-Baalder richting Gramsbergen. Wij zijn content met het feit dat dit samen wordt opgepakt met de boeren die een belangrijke partner zijn in natuur- en landschapsbeheer. En dat is ook als zodanig opgenomen in het coalitieakkoord. En we laten ons het komende jaar graag informeren over de voortgang. Want voor sommige agrarische ondernemers is deze ontwikkeling van groot belang voor het voortbestaan van hun bedrijf. En ik ben nu al een tijdje aan het woord en ik zie een aantal van u al verbaasd kijken. Gaat u er iets over zeggen of gaat u er misschien wel niets over zeggen? Nou, daar komt-ie, de zondagsopenstelling. Zo'n beetje het thema van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Voor de ene partij was het een ideaal om de zondagsrust te bewaren. Maar bij andere partijen aangaven wel eens te willen experimenteren met de zondagsopenstelling. En weer andere partijen, voorzitter, gaven aan dat het maar aan de ondernemers moest worden overgelaten of zij wel of niet open zouden willen op de zondag. En tijdens de coalitieonderhandelingen hebben we een compromis gesloten dat aanstuurt op een experiment gedurende de aankomende 12 maanden. En daarnaast zijn we content met de inspanningen die de portefeuillehouder heeft geleverd ten aanzien van mogelijkheden van zondagopenstelling gedurende de zomer van 2018. Als CDA hebben we aangedrongen op toch wel een snelle start. Maar een snelle start van het experiment betekent ook een snelle evaluatie, die wij graag op een objectieve manier zouden willen insteken, waarbij zowel voorstanders als tegenstanders gehoord worden. Daarnaast kan een evaluatie resulteren in de wijziging op grofweg 2 gebieden. De verschillende kernen in onze gemeente en de frequentie van openstelling.
Maar ik zal niet alle gras voor de voeten wegmaaien van mijn fractiecollega. Want later vanavond spreken we nog over dit onderwerp. En tot slot, voorzitter. Het onderwerp dat de komende jaren een prominente plaats in zal nemen in onze raadsagenda. De ontvlechting van de BOH. Vanavond spreken we met elkaar over de ontvlechting. Voor het CDA is het belangrijk dat we dit proces zorgvuldig tot een einde brengen. Waarbij we ons goed realiseren dat een bestuursdienst een vorm is van samenwerking. En we het begrip samenwerking aan zich niet uit het oog moeten verliezen. Want voor je het weet, beland je in een verspreiding. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage van het CDA. En naar de fractie van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een plaatje meegenomen, dan hoeft u niet de hele tijd naar mij te kijken. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie kijkt terug op een bewogen periode. Verkiezingen, onderhandelingen, een nieuwe raad en een nieuw wethoudersteam. Een brede coalitie en een akkoord op hoofdlijnen. Wij kunnen met recht zeggen dat er ups en downs waren. Maar we kijken vol hoop en goede moed vooruit. Er zijn genoeg ingrediënten voor een aantrekkelijke raadsperiode en een uitdagende raadsperiode. En wij hebben er zin in. Met een team van 6 raadsleden en 4 steunfractieleden hopen wij de komende 4 jaar waardevol te zijn voor deze gemeente. Want de bloei van deze gemeente mag ook onze bloei zijn. Dan het akkoord. Dat staat uit dat we verbindingen willen leggen op vele gebieden en terreinen. Verbindingen tussen mensen en groepen mensen in de samenleving. Tussen kernen en locaties. Tussen beleid en plannen. En tussen idealen en de praktijk. Kortom, verbondenheid met elkaar. En wij willen vanuit de verbondenheid naar elkaar omzien. Elkaar helpen wanneer dat nodig is. En ook weer loslaten wanneer dat kan. Omzien naar elkaar vinden wij dan ook de belangrijkste taak van de overheid. En in het akkoord zien wij dit terug. We zien om naar mensen in de knel door de samen doen teams een budget te geven. We kijken om naar de mantelzorgers om ze meer rust te geven. Ouderen de mogelijkheid om waardig ouder te worden. En preventie voor een goed en gezond leven. En het voorkomen dat onze jeugd gebruik moet maken van jeugdzorg. We zijn vooral erg blij met het voornemen te gaan werken met een reguliere bijstand. Want dat betekent in onze ogen de juiste hulp geven aan degene die dat nodig heeft. Afgestemd op de persoon zonder allerlei verplichtingen of verschillende aanvraagformulieren en potjes. Hierin zien wij een grote stap naar nog meer rechtvaardigheid. Op het gebied van jeugdzorg hebben we wel enige bezorgdheid. Want de kosten blijven stijgen en er is nog geen oplossing in zicht. Wij willen het college daarom aansporen hier werk van te maken. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorg voor de jeugd in de knel. Het akkoord gaat ook over fysieke verbindingen. Wat de ChristenUnie betreft houdt dit vooral in dat we een sterke lobby gaan voeren voor een betere benutting van onze streekfunctie. Opwaardering van wegen, fietspaden, water- en spoorwegen en bijvoorbeeld een station in Bergentheim. In het akkoord is ook plaats ingeruimd voor economische verbindingen tussen onderwijs, participatie en ondernemers. Daarnaast zien wij kansen om met elkaar vanuit de verbinding met de natuur te ondernemen. Of het nu gaat over de landbouw of industrie, samen kunnen we bouwen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Waarin coöperatieve relaties centraal staan. Balans is tussen groei en grenzen. Een balans tussen vrije tijd en werken. En het streven naar een eerlijke verdeling. Wat ons betreft een transitie naar een circulaire economie. Dan de zondagsopenstelling, voorzitter. Een nieuwe ontwikkeling en voor velen, ik vermoed 27 leden hier in de raad, een gekoesterde wens. Voor ons niet. Wij denken oprecht dat het beter is samen een dag in de week te rusten na je werk, na je arbeid.
Maar we realiseren ons dat een duidelijke meerderheid dit anders ziet. Helaas moesten wij dus op dit dossier onze coalitiepartners ook tegemoetkomen. Zo werkt nou eenmaal een democratie. Er ligt een proefperiode voor ons met een belangrijke kaders op hoofdlijnen en een goede evaluatie. Wij hebben het volste vertrouwen dat het college in de geest van deze lijnen in gesprek gaat met de omwonenden, ondernemers en maatschappelijke instellingen om te komen tot een goede en gedragen proefperiode. Wij zitten niet krampachtig vast aan deze kaders, maar zoeken een rechtvaardige proef met oog voor de kleine ondernemer en de rust voor de omwonenden. Voor de ondernemers of kernen die er net of helemaal buiten de proef vallen, tijdens de proefperiode dagen we u uit om het gesprek aan te gaan met het college, met hun klanten, met de omwonenden en andere belanghebbenden. Een jaar geduld en dan bent u aan zet. En dan de raadsagenda, voorzitter. Wij gaan heel graag met al deze mooie mensen hier in deze kring werken aan een aantal thema's voor en vooral ook met onze inwoners. Om zo dichter bij onze inwoners te komen en de verbinding te verbeteren. De jeugdraad is hiervan een mooi voorbeeld. Wat de ChristenUnie betreft gaan we na de zomer snel aan de slag met het onderwerp overheidsparticipatie of bestuurlijke vernieuwing, net hoe je het wil noemen. Een andere wens van de ChristenUnie is om SDG-gemeente te worden, Social Development Goals, van de Verenigde Naties. In opvolging van de millenniumdoelen en het millenniumgemeente zijn, hopen we zo ook bij te dragen aan een rechtvaardige wereld, waarbij we verder kijken dan onze gemeentegrenzen lang zijn. En om u even mee te nemen in deze doelen, ziet u op het scherm nu de onderwerpen. Het lijkt ons goed daar samen als raad één of meerdere speerpunten uit te kiezen. En we gaan erover graag het gesprek met u aan. We kijken uit naar de komende raadsperiode en hopen dat we samen als gehele raad kunnen bouwen aan deze gemeente. Als volgers van Christus weten we daar ons afhankelijk van hem. En we dragen onze gemeente, het college en de raad aan hem op. Dank u wel. Dank u wel. Voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. En dan de fractie van opkoers.nu, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. De kaderbrief, of de kadernota. Dit is een beleidsarme kadernota. Dat hebben we begrepen in elk geval. Inmiddels is het coalitieprogramma klaar. De wethouders zitten nu achter mij, dus... Dat is al belangrijk. Nu de financiële vertaling van ons coalitieakkoord nog. En dat moet uitgewerkt worden. Laten ze dat doen. Arenberg, de kracht van gewoon doen. En station Bergentheim, dat is akkoord. Maar alleen als de trein daar ook stopt. Dit was de sneltrein van op koers met nu. Dank voor uw heldere bijdrage, mevrouw Kelder. Ik ga naar de fractie van de VVD, de heer Gelling. Ja, voorzitter, dat was inderdaad snel. Ik moest even mijn spullen bij elkaar pakken, maar daar heb ik ze dan. Voorzitter, de kaderbrief is vanwege het ontbreken van een financiële onderbouwing zodanig beleidsarm dat de behandeling daarvan plaatsmaakt voor de behandeling van het coalitieprogramma. Dat overigens logischerwijs en nochtans even beleidsarm is vanwege het ontbreken van dezelfde financiële onderbouwing. Dus wat er van de pannen terecht gaat komen, moet nog maar blijken. Er ligt dus voor ons een coalitieprogramma waarin, en ik citeer, gepoogd is op hoofdlijnen en uitgangspunten te sturen. En wat is nu de reden dat er niet meer voor ligt dan een niet financieel onderbouwde poging die als basis moet dienen voor het beleid van de komende 4 jaren? En voorzitter, daarvoor moeten we even terug naar de coalitievorming. En het statuut van de VVD voor collegeonderhandelingen zegt geen wethouderskandidaten aan de onderhandeltafel. Vanwege de mogelijkheid tot belangenverstrengeling tussen eigen ambitie enerzijds om wethouder te worden en het belang van het te dienen gemeenschap aan de andere kant. Kennelijk, voorzitter, ontbreekt een dergelijk statuut in ieder geval bij het CDA, want daar zat de onderhandelaar als een koning op zijn felbegeerde troon. Maar ook kennelijk bij de Partij van de Arbeid. En de ChristenUnie heeft daar op briljante wijze gebruik van weten te maken. Want wist de ChristenUnie tijdens het duidingsdebat nog vriend en vijand te verbazen met een openlijke liefdesverklaring aan de Partij van de Arbeid als beoogd coalitiepartner?
waar de fractievoorzitter immers na twee verloren verkiezingen op rij nog aangaf fel oppositie te zullen voeren tegen, zoals zij het zei, de verrechtsing in de raad. En mevrouw Kloekhorst met een staande ovatie ondertussen de raad al had verlaten. Diezelfde fractievoorzitter wist niet hoe snel ze aan moest sluiten bij die verfoeide verrechtsing ter verkrijging van een zetel op het warme plus van de wethoudersstoel. Maar voorzitter, daarvoor moest een prijs betaald worden. En dat was de zondagopenstelling. Het voorliggende coalitieakkoord is namelijk zo beleidsarm omdat alle aandacht is gegaan naar de onderhandeling over de zondagopenstelling. En het is wonderbaarlijk hoe drie van de vier partijen hun eigen standpunt opgeven en uitzonderlijk knap van de ChristenUnie hoe zij ondersteuning heeft georganiseerd ter beperking van de alomgewenste mogelijkheid tot zondagopenstelling. De uitkomst echter nu is een uitermate slecht voorstel waarin slechts politiek wordt bedreven en op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met de uitvoering en of de wens van de overgrote meerderheid tot eigen inrichting door de ondernemers. Sterker nog, u sluit bewust de ondernemers uit in de overige kernen en creëert onrust en verdeeldheid op een onderwerp waar juist eenduidigheid gewenst is. Uw achterban zal uw inspanning waarschijnlijk waarderen, maar het is nu wel genoeg geweest en u zou er werkelijk goed aan doen om uitvoering te geven aan de wens van de meerderheid in onze gemeente, die vanzelfsprekend in de uitvoering alle respect en waardering in acht wil nemen jegens uw minderheid. Zo werkt dat in een democratie en zo hoort het ook te werken in onze gemeente. In diezelfde lijn doet het er ook goed aan om de plannen voor de stationsomgeving hier in Hardenberg te herzien. Want tijdens het duidingsdebat wist de ChristenUnie, ik heb het genoteerd in minuut 39.43, nog aan te geven dat alle betrokken partijen de plannen voor de herinrichting volledig onderschreven. En het CDA vervolgens in minuut 38.45 dat de gemeente de uitvoering daarvan niet zou gaan betalen. De brief van 10 april, zoals verzonden door het oude college, geeft een volstrekt ander beeld en zonder budget voor de totale uitvoering doet u er goed aan om geen kosten te maken ter voorbereiding van een niet uitvoerbaar plan. Ook zou u geen kosten moeten maken voor het zoveelste onderzoek naar gratis parkeren. Er zijn daartoe veel onderzoeken gedaan waar u naadloos bij aan kunt sluiten omdat Hardenberg op geen enkele wijze een uitzonderingspositie bekleedt. U wilt het of u wilt het niet. En voorlopig heeft u geen budget voor de uitvoering en dan lijkt het maken van kosten voor een bij voorbaat zinloos onderzoek dan ook zonde van het geld. Voorzitter, nu zou ik graag namens de VVD aan willen geven waar u wel beschikbare middelen voor aan zou moeten wenden, dan wel uw tijd voor zou moeten besteden, maar vanwege het ontbreken van budget lijkt dat totaal overbodig. En dus blijven we voorlopig bij een beleidsarme poging om op hoofdlijnen en uitgangspunten te sturen, waarbij dan overigens nog wel de vraag waar binnen deze beleidsarmoede de noodzaak voor een vierde wethouder vandaan komt. Voorzitter, ons betreft zou je zich moeten concentreren op de uitvoering van bestaand en of continuerend beleid, waaronder invulling geven aan de economische ontwikkeling en het welzijn van onze inwoners en de dienstverlening aan onze inwoners en daarmee aan de ontvlechting van de BOH. In het bijzonder zou ze moeten inspannen voor de energietransitie. Dat betreft de toekomst van ons allemaal. En voorlopig denkt mijn fractie dat u ter zake van deze transitie wel wat extra aandacht en energie kunt gebruiken om aan de gestelde doelen te gaan voldoen. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. De volgende fractie, dat is de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Jonkans. Ik denk van de heer Gelling. Ik heb dingen gehoord waarvan ik dacht, hij leest het niet goed voor. Maar, Goed, zoals gesteld in het voorstel wat voor ligt, is dit een beleidsarm kaderbrief. En dit vanwege dat de financiële vertaling van het nieuwe coalitieprogramma uiteindelijk nog moet komen. Dus we kunnen hier dan ook kort over zijn. Wel willen we nog een paar accenten zetten, voorzitter. Dat is, ik heb er vorige keer ook al over gesproken, is het fietscirculatieplan. Het fietscirculatieplan dat ervoor moet zorgen dat de wijken zoveel mogelijk ongelijkvloers met elkaar verbonden zouden kunnen worden. Zodat ook kwetsbare groepen zoals schoolgaande kinderen en ouderen veilig op de fiets overal in Hardenberg terecht kunnen. Daarnaast zal er ook aansluiting gezocht moeten worden op de snelfietsroute door het Vechtdal. De ontvlechting van het BOH. We weten nog niet precies hoe groot de investeringen in het apparaat zijn na de ontvlechting. En we denken dat daar ook nog wel kosten mee gemoeid zijn. Dus daar ook graag aandacht voor. En dan, voorzitter, de heer Brink heeft er ook al aangegeven, of ook al over gesproken, maar we willen toch graag een motie indienen samen met CDA en ChristenUnie met betrekking tot het inclusiebeleid. In juni 2017 is een motie in stemming gebracht om integraal
inclusiebeleid op te stellen. Deze motie werd unaniem onderstreept en voor de uitvoering van de inclusieagenda en de ambities volgende op de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Nou, dat gaat niet voor niks en we vragen dan ook daar actie op. En het voorstel is verwoord in een dictum en dat luidt als volgt: voor het huidige kalenderjaar eenmalig een bedrag van 50.000 euro. Pardon. De heer Brink. Sorry dat ik toch onderbreek, want ik weet dat het niet gebruikelijk is. Maar volgens mij hadden we afgesproken in de indie dat we eerst even zouden afwachten of er een toezegging zou komen van de portefeuillehouder. En daarna zouden afwegen of de motie wel of niet in stemming zouden willen brengen. Ik vind het voor het CDA, namens CDA, wel belangrijk dat dat op de procedure is. Kijk even naar mevrouw Kloekhorst. Nou, ik heb hem als volgt begrepen, daarom gewoon inbrengen. En het college vragen om een reactie. En dan kunnen we hem altijd nog aanhouden. Dus we brengen hem nog niet gelijk in stemming, maar we vragen om een reactie. Dus ik was nog niet uitgesproken. U kondigt hem vast aan, zeg maar. Wellicht, ja. Afhankelijk van het antwoord van de portefeuillehouder. Goed, dan begin ik even opnieuw met het dictum. Voor het huidige kalenderjaar eenmalig een bedrag van 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het inclusiebeleid en hiervoor meerjarige dekking te presenteren bij de begroting 2019 in lijn met het coalitieakkoord. En we vragen hier een reactie op van het college. Dat was mijn bijdrage. Akkoord. Deze motie gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging, vooralsnog althans. Ik nummer toch maar even door, motie nummer 2. We gaan naar de fractie van 50+. De heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is natuurlijk al gigantisch veel gezegd. Alleen wij als 50+ willen toch op één ding wijzen. En dat is het openbaar vervoer tussen de kleine Kennen en de stad Hardenberg. Wanneer je bijvoorbeeld vanaf Sipkelo moet naar het ziekenhuis hier, dat is bijna onmogelijk. Ik wil toch graag het college vragen om hier aandacht aan te gaan besteden, zodat dat wat beter wordt georganiseerd. Ook het onderzoek naar de mogelijkheden over het parkeren zien wij ook met ontzettend veel belangstelling tegemoet. Hier wil ik het voorlopig bij laten. Dank u wel. Akkoord, dank. De fractie van GroenLinks, de heer Boshoven. Het woord is aan u bij de behandeling van deze kaderbrief 2019 van de gemeente Hardenberg. Ja, dank u wel, voorzitter. Een blijdzame kaderbrief, het is al eerder gezegd, omdat het coalitieakkoord nog niet financieel vertaald is. Het coalitieakkoord is ook rechtgevend en veel blijdzaam met de raad worden bepaald. Wij zijn blij dat participatie een duidelijk thema is in dit akkoord. En dit is ook belangrijk. GroenLinks ziet participatie als samenwerking. Dus op een gelijk niveau samenwerken aan een mooie en een leefbare gemeente. Hierin zal de gemeente ondersteunend moeten zijn aan de inwoners. Zo is het van belang dat alle kernen gefaciliteerd worden in het opzetten van dorpsvisies. Hiermee kunnen nieuwe ontwikkelingen onmiddellijk getoetst worden aan de wensen van de inwoners. Maar participatie kan ook op totaal andere manieren tot uiting komen. Bijvoorbeeld door jongeren in een jeugdraad. In de faciliterende rol biedt de gemeente ook een platform voor diverse initiatieven. Zodat zij ook kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. En zodat meer mensen hierbij kunnen aansluiten. En de eerste stap rondom omgevingsvisies is gezet met bouw je eigen buurt. Nu is het zaak om daarop door te gaan. Dan is het van groot belang dat het opstellen van de visies, dat daarbij alle inwoners betrokken worden. Inwoners weten het beste wat er nodig is om een kern leefbaar te houden. Zo vroeg plaatselijk belang Balkbrug aandacht voor een situatie van fietspaden. En GroenLinks is daarom ook buitengewoon benieuwd naar het mobiliteitsplan en we hopen dat het snel naar de raad komt. Maar we moeten ook inwoners, samen met de inwoners werken aan de verduurzaming van de gemeente. We moeten groener en we moeten energie-neutraal. Hier is iedereen het eigenlijk ook wel mee eens. Alleen de manier waarop zullen we samen moeten bepalen. GroenLinks is blij met de voornemens in het coalitieakkoord.
vooral omdat de coöperatieve gedachte erin terugkomt. Behalve het opzetten van een gemeentelijk energiebedrijf, dat staat toch enigszins haaks op een coöperatieve gedachte. Immers zal dat door iedereen betaald moeten worden, een soort gedwongen participatie wellicht. In de verduurzaming moeten we ook een slag maken in het gasloos gaan. De ambitie van het kabinet is immers om voor 2050 alle woningen gasloos te hebben. Deze raad heeft de afgelopen jaren gestreden tegen gaswinningsplannen en heeft haar ondergrond beschermd. Dit moest soms door een signaal af te geven naar Den Haag. En dit zullen we ook door moeten zetten. Want ook dat is de rol van een raad. Dit kan rondom gaswinning, maar ook zoals een poos geleden hier gebeurde rondom de statiegeldalliantie. Zo kunnen wij onze belangen duidelijk blijven maken en onze invloed blijven uitoefenen. Een gemeente met gasvelden zoals Hardenberg is, zou daarom ook voorop moeten lopen in het gasloos gaan. Nieuwbouw moet gasloos worden en er zal beleid moeten gevormd worden om ook de bestaande woningen van het gasnet af te halen. Dit kunnen wij niet alleen, hier hebben wij ook Politiek Den Haag voor nodig, maar laten we de ambitie uitspreken en verbindingen zoeken. Ook op sociaal niveau moeten we als gemeente stappen blijven zetten. Een reguliere bijstand is genoemd als mogelijk experiment. GroenLinks denkt dat dit aangegrepen kan worden om werkzoekenden in de bijstand nu echt maatwerk te gaan bieden. Niet met procedures en regels, maar ook door echt te luisteren en met passende oplossingen te komen. Een basisinkomen blijkt niet haalbaar. Wellicht kunnen we wel andere dingen bieden, zoals een gratis scholing of omscholing. Een soort basisinkomen in natura. We moeten het samen gaan doen. De inwoners, de raad en het college. Wij hebben er vertrouwen in. Dank voor de bijdrage van GroenLinks. We gaan naar D66. De heer Rodemond, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben al veel gehoord over de beleidsarme kadernota. Maar we hebben natuurlijk ook nog een coalitieakkoord. En dat geeft in ieder geval een inkijkje waar we naartoe willen als Hardenberg. Ja, dat het nog een redelijk algemeen beeld is. ChristenUnie heeft in ieder geval wat mij betreft een wat meer helder beeld geschetst van de ambities van dit college. En die ambities die hier net verwoord zijn, wil ik in ieder geval van harte ondersteunen op inhoud. De vraag is echter wel hoe het college denkt hier inhoud aan te geven. Want als je kijkt naar de financiën zoals die nu zijn genoemd, staan we er niet heel erg goed voor. Hè? Vijf minuten geleden nog wel. Nu zie je toch wat tekorten die aan het oplopen zijn, terwijl er ook nog een aantal zaken niet zijn ingekleurd. De ruimte voor nieuw beleid lijkt wat marginaal en daarom vraag ik nog wel aandacht voor de mogelijke energiewende die in Hardenberg gerealiseerd moet worden. De VVD en ook GroenLinks hebben hier al voldoende aandacht aan besteed. In het coalitieakkoord ligt de bal nadrukkelijk ook bij deze gemeenteraad. Er is veel inhoudelijke ruimte in ieder geval om voor de raad om beleid vorm te geven. Maar hier zijn wel voorwaarden wat mij betreft aan verbonden. Die wil ik graag eventjes hier noemen. Eén daarvan is dat we inzicht hebben in de financiële ruimte om te kunnen handelen überhaupt. Want anders is het leuk om een wensenlijstje neer te leggen. Maar als er geen geld voor is, dan kun je niet zoveel. En een ander punt is dat er voldoende inzicht moet zijn in waar we op zouden willen sturen. Het grotere doel aan zich is helder verwoord, maar waar is aandacht nodig? Gewoon doen is mooi, maar dat hoeft niet geblinddoekt te gebeuren, lijkt mij. En om die reden vraag ik om op belangrijke beleidsthema's een trend te beschrijven waar we vandaan komen, wat de ambities ook alweer waren en hoe ver het er nu voor staat. Wat betreft die thema's denk ik dan aan bijvoorbeeld de drie decentralisaties in het sociaal domein, de economische ontwikkeling, wonen, duurzaamheid en bijvoorbeeld ook de gemeentelijke financiën. Tot slot, voorzitter, de rol als participerende overheid. We kunnen het inderdaad als overheid lang niet meer alleen. Gebruik maken van kennis en ervaring van anderen is slim en leidt natuurlijk ook tot grotere betrokkenheid. Ruimte geven aan maatschappelijke initiatieven is belangrijk. En positief wat mij betreft is dat deze trend de rode draad vormt in het akkoord. Echter een punt van aandacht. De Nationale Ombudsman heeft de rol van deze participerende overheid onderzocht. En op 11 april een rapport getiteld Waar een wil is gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de overheid te vaak belemmerende regels bedenkt en te weinig in oplossingen meedenkt. Ik vraag hier nadrukkelijk aandacht voor, zodat Hardenberg niet in deze valkuil stapt, zover we dat nog niet hebben gedaan.
Ik voeg hier aan toe, in navolging van een inspreker uit Balkbrug 2 weken geleden, dat we ook oog moeten hebben voor integraal beleid. Tot zover. Akkoord, dank u wel. Dank voor alle bijdragen die zijn uitgesproken in eerste termijn. Ik kijk even in de richting van het college. Er zit er niet heel veel in. Er ligt een motie nog. Is er behoefte aan een schorsing of gaan we direct door? Allereerst even naar de wethouder Financiën voor zijn punten en onderdelen. Waarbij ik constateer dat het inderdaad beperkt is. Ja, voorzitter, dank u wel. Voor mij 2 punten vanuit mijn portefeuilles. De eerste vanuit wonen. De wet VET door een aantal mensen aangestipt. Hebben we vorige keer natuurlijk ook al even bij stilgestaan. Het gasloos bouwen, zoals ook een artikel in de Stentor inderdaad, CDA refereert eraan. Daar zijn we uiteraard mee bezig. We komen ook met u terug, met de uitwerking van de ministeriële regeling daaromtrent. Je kunt niet alle gemeenten helemaal vergelijken. We zijn bijvoorbeeld in Maxland bezig met grote woningaantallen naast elkaar. Er wordt niet van plan om nu verder in te gaan in de techniek. Maar goed, je moet even ook kijken hoe je daar uitkomt met de brongeluiden van warmtepompen, dat soort dingen. We zijn daar druk mee bezig, zowel de afdeling ruimte als ook duurzaamheid, om te kijken wat daar goede oplossingen voor zijn. Heel positief is wel, kan ik u daarbij melden. Gisteren gestart met de bouw van de nieuwe fase in de Marslanden. En ik kan u melden dat het eerste blok van een 7-kapper binnenkort daar begund zal worden, die gasloos wordt aangelegd. Dus dat is mooi om te weten. Dan heel kort langs de financiën, nog een aantal mensen aangestipt. Een aantal zaken zijn uitgewerkt in het coalitieprogramma. Die zijn daar ook met bedragen genoemd. Noem als voorbeeld maar even het huisvestingsplan voor het onderwijs. Daar hebben we vooraf gezien van daar komen echt grote problemen aan. We gaan 1 miljoen reserveren voor de problemen die op korte termijn op ons pad komen. Nou, dat zijn zaken die we meteen financieel vertaald hebben ook in het coalitieprogramma. Een aantal andere zaken hebben we nog niet vertaald in financiële zin. Die zult u bij de begroting 2019 terugzien. En dat kan of komen dat we nog zaken aan het onderzoeken zijn. Van wat zijn we daar nou precies voor nodig om de doelstellingen te behalen. Maar we kijken ook naar de financiële ruimte die er is. De heer Rodemond merkte daarbij terecht op dat als je rekent met gewoon de cijfers die bekend zijn, dan zit er structureel zeker niet veel ruimte in. We hebben, ik geloof, binnen nu en 2 weken de uitwerking van de meicirculaire behandelen die in het college. Daarna wil ik ook zo snel mogelijk u informeren over welke ruimte daar uitkomt. Dan kunt u ook rekening houden richting de begroting van wat is nou de ruimte die nog vrijkomt voor de invoering van het coalitieprogramma natuurlijk. Dat zeg ik daar wel nadrukkelijk bij. En wat ook goed is om daarbij te bekijken is het IBP. Vorige week hebben we de algemene ledenvergadering van de VNG gehad. Er is een deal gesloten tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Rijksoverheid. Het IBP, het interbestuurlijk programma, heeft ook een aantal effecten op het gemeentefonds, het veelbesproken accre daarin. En ik wil u eigenlijk, als ik u iets ga mededelen over de meicirculaire, meteen ook daar even een passage over doen toekomen, zodat u helder hebt wat u financieel kunt verwachten in de tweede helft van dit jaar. Dank u wel. Akkoord, dank voor de toelichting. Ik kijk even in de richting van de heer Rietstap. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een onderscheid tussen wat opmerkingen, aanmerkingen op beleid waar we ons op in hebben gezet en waar ik eigenlijk als een soort van ondersteuning ook zie om daar ook vooral aandacht wil hebben. Een paar hele concrete zaken die ik er wel in terug zag komen vanuit economie. Met de vraag gesteld om met die regio-deals om daar de raad ook in mee te nemen. Hè? Ook in het verdere proces wat we met elkaar gaan voeren. Die wil ik wat mij betreft daar ook graag in toezeggen. Want dat is ook even de zoektocht hoe we met al die verschillende partners ook zorgen dat de raad daar goed in aangehaakt is. Een ander punt ten aanzien van de economisch beleid is natuurlijk de zondagsopenstelling. Maar daar wil ik graag verwijzen naar de oriënterende ronde waar we straks volgens mij uitvoerig daarover in gesprek gaan. Ten aanzien van bereikbaarheid zag ik ook verschillende zaken voorbij komen, zoals de stations. En als we die bouwen, dat er ook een trein moet stoppen. Dat vind ik wel een hele goede suggestie. Dus daarin vindt u mij sowieso wel. Maar ook wel zorg voor het openbaar vervoer. De hele herijking van het openbaar vervoer, waar de provincie ook mee bezig is, van hoe zorgen we toch wel dat kleine kernen ook bereikbaar blijven. Ik kan u in ieder geval wel aangeven dat dat zeker onze aandacht heeft en dat wij ook die gesprekken voeren om juist dat soort dingen ook te waarborgen. Of dat altijd in dezelfde vorm van het openbaar vervoer is, of dat er andere vormen van vervoer georganiseerd worden. Maar die bereikbaarheid en de mobiliteit, ook vanuit die kleine kernen,
heeft onze aandacht en is van grote waarde. En een andere, en die hoor ik eigenlijk bij het groot deel van de fracties wat teruggaat ten aanzien van de zorg. En met name ook de jeugdzorg. Van jongens, dat is dat verdient aandacht. Nou, ook daarin zeg ik, ja, en dan kan ik wel zeggen, hier vanuit Hardenberg verdient dat aandacht. Maar je merkt gewoon regionaal, je merkt landelijk, dat dit een van de grote thema's is waar we mee aan de slag moeten. Om ook te zorgen dat we die controle erop krijgen. Hè. We hebben die hele transitie gehad. De heer Rodemond vraagt ook, ja, wat zijn de opgaven? Kijk, die transformatie die nu moet plaatsvinden na die transitie, dat er bij de lokale overheden de verantwoordelijkheden liggen. Ja, dat is de grote opgave op dit moment. En je ziet gewoon ook met name, denk ik, toch in de jeugdzorg, dat het zorgelijk is. En dat is hier, dat is op heel veel andere plekken, dat is naar de lokale overheden toegegaan. Met daar gelijk maar even een bezuinigingsopgave bij, met het idee dat dat allemaal veel beter georganiseerd zou kunnen worden op lokaal niveau. Maar dat is zeker iets wat onze aandacht heeft. En een flinke kluif wordt om ook daar de controle op te krijgen. Dus in die zin neem ik hem absoluut ter harte. En zal ik u daar ook op een zo goed mogelijke manier ook in meenemen. Via de verschillende wegen. Laat ik nog eventjes. Het landbouwverkeer kwam nog aan de orde over de Twenteweg. Ja, ik weet niet hoe expliciet ik erop moet ingaan. Ik zeg er wel eventjes bij. Van volgens mij lopen we nu ook met een proef met de verlichting. En laten we die dan ook even afwachten. Hoe het gaat over die signalering dat die fietsers en het landbouwverkeer elkaar minder hinderen. Of de bewustwording, nou, die zullen we ook gaan evalueren. En ook op basis van die resultaten in gesprek blijven bij de provincie. De vechtscheiding. Even erop in mag haken, voorzitter. De heer Van den Berg. Ja, het landbouwverkeer op de Twenteweg, dat is een toezegging vanuit de provincie dat er een pilot mogelijk is. De provincie wil er graag aan meewerken, alleen Hardenberg moet die bal oppakken. Dus ik zou de wethouder toch wel graag willen benadrukken dat hij die bal toch wel pakt. We pakken zeker die bal op als het moment dat wij een pilot kunnen doen. Ik weet alleen dat... Ik moet even helder hebben welke pilot we nu precies over hebben, omdat er ook een pilot loopt. Dat is toch verschillende dingen, maar... Absoluut, als de provincie daarin mee wil werken. We zijn bekend met de problematiek. Die bal die pakken wij op. Even de vechtscheiding, waar de aandacht voor is gegaan. En eigenlijk waar ik even als concrete vraag voor dit moment heb gezien van... Ja, bent u bereid om die gesprekken aan te gaan? Ja, ik zie het als een ondersteuning. Hè. In het coalitieakkoord hebben we daar ook met elkaar over gesproken. Echt als een ondersteuning in een richting die wij heel, heel belangrijk vinden. Wij zetten ons juist, hè. We zijn met die transformatie bezig, het preventiebeleid... is wat waar onze inzet op gepleegd zou moeten worden. En dit is een van die preventieve maatregelen, zoals u hem ook omschrijft. En uw toezegging, of uw vraag aan mij om met zowel notarissen als met jeugdhulpverleners in gesprek te gaan. Wij zijn daarmee in gesprek en ik wil ook graag, nou, nu misschien niet zo expliciet met de notarissen over dit onderwerp, maar ik wil zeker dat gesprek ook met die partijen aangaan en daar ook bij u op terugkomen. Volgens mij heb ik... Even naar het lijstje. Heb ik volgens mij mijn vragen wel gehad en antwoorden? Ja, volgens mij ook. Dat laatste kunnen we beschouwen als een toezegging dat u zegt van ga met die partijen om tafel. Ten aanzien van relatietherapie, ik moest bij vechtscheiding even ergens anders aan denken. Maar wellicht dat de volgende portefeuille al daar nog op terugkomt. Mevrouw Luijten, over de motie die er nog ligt, zeg maar. En wellicht nog een paar andere onderwerpen die u wilt aanstippen. En voor de heer Bruinsma, voor de goede orde, heb ik geen vraag gehoord op dit moment. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dit is een interessant pakket, zal ik maar zeggen, waarmee ik voor u sta. Want de motie, natuurlijk de inhoud, kunnen wij ons zeer enthousiast achterscharen, het inclusiebeleid. En natuurlijk zijn we trots dat als we net de meest toegankelijke gemeente van Nederland zijn geworden, dan moet je niet, juist nu niet achterover gaan zitten en niks gaan zitten doen. Want dan ben je die positie ook zo weer kwijt. Dus nou, als je voorop loopt, dan moet je juist nog een stapje harder om te voorkomen dat je rechts wordt ingehaald. Vooral rechts wordt ingehaald, zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. En dan wil je juist voorop blijven lopen. Maar tegelijkertijd constateer ik dat ik hier een motie heb liggen voor geen klein bedrag. Voor dit jaar nog, €50.000. Zonder dekking. En als je daar de zomervakantie van aftrekt, dan heb je nog minder dan een half jaar om €50.000 uit te geven. En hoe goed het doel ook mogen zijn,
We hebben ook nog een heleboel andere opdrachten van u liggen waar we iets mee moeten gaan doen. Ik zou eigenlijk willen voorstellen, om hem niet te hoeven ontraden, dat zou ik toch zonde vinden, om hem aan te houden en ons even de tijd te geven. We hebben inmiddels gekeken wat er op dit moment op korte termijn zou moeten, maar vooral ook zou kunnen gebeuren. Voor grote plannen, die zie ik voor 1 september sowieso nog niet ontwikkeld, begroten en aanbesteed zijn. En voor 2019 hebben we binnenkort de begroting waar we het voor de komende jaar meerjarig kunnen afspreken met elkaar. Maar voor dit moment vinden wij 50.000 euro zonder dekking niet zo realistisch. Dus wat dat betreft, geef me even de kans om bij u terug te komen met een bedrag voor activiteiten waar we wel degelijk voor de rest van het jaar nog iets mee kunnen doen. En dan hoort u dat snel van ons. In de reactie, de heer Stelpstra en mevrouw Klokhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Begrijp ik uit uw woorden dat u gaat zorgen dat die werkgroep nog dit jaar aan de slag kan met een aantal promotionele activiteiten? Want dat is eigenlijk de hoofdvraag. Hè? U zit vast op die 50.000 euro. Nou, is voor ons niet zo, dat staat niet zo vast. Ze willen graag een aantal stappen gaan zetten. En het liefst zo snel mogelijk na de zomer. En u omarmt dat idee. Voorzitter, daar kan ik een volmondig ja op zeggen. Het gaat ons absoluut niet om het idee dat we de werkgroep nog een tijdje op hun handen willen laten zitten. Maar zoals ik de vorige keer ook al heb toegezegd aan meneer Brink. Natuurlijk zullen we niet op 5.000 of 10.000 euro voor een campagne of wat dan ook. Of zeggen, gaat u lekker tot 1 januari naar huis en komt u dan maar weer eens een keer terug. Want dan hebben we ondertussen de begroting gehad. Alleen nu vinden we dit bedrag voor iets waar geen onderbouwing voor is net iets te vinden. Maar het zal echt niet aan ons liggen dat er opeens een conferentie die nu heel belangrijk is voor de positie van Hardenberg als toegankelijke gemeente niet doorgaat. Mevrouw Kloekhorst. Nou, dat is eigenlijk ook in lijn met mijn vraag als er morgen bijvoorbeeld een concreet voorstel zou liggen dat vrij vlot uitgevoerd kan worden in 2018, want daar gaat het eigenlijk om. Kan dat dan ook snel geregeld worden? Het zou zo jammer zijn als je pas in september, oktober iets kunt neerzetten. Dan ben je al een heel jaar kwijt. Dat ben ik helemaal met u eens. En we zitten er bovenop en we houden het in de gaten. En nogmaals, als het gewoon gaat om normale bedragen. Ik ga hier niet zeggen dat elk initiatief wat volgende week op ons bureau ligt en opeens 1,5 ton blijkt te kosten, dat we dat automatisch zullen garanderen. Maar we gaan het op normale kosten niet laten afspringen, laat ik het zo zeggen. Akkoord, volgens mij is dat een heel duidelijk antwoord en biedt voldoende ruimte om initiatieven te nemen. Volgens mij waren dat de opmerkingen en de vragen. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik constateer daarmee dat we aan het einde zijn van de eerste termijn, de beantwoording van het college. Ik kijk ook even naar de tijd. Mag ik u voorstellen om de motie ligt nog wel op tafel, dus ik kijk even in de richting van de Partij van de Arbeid, wat u daarmee doet. Nou, heel even schorsen, even vragen van, tenzij je... Ik kijk even rond, u kunt dat ook gewoon in het openbaar even overleggen. Ja, mag van mij aangehouden worden. Ja. Ja? Dat is prima. Okay. Ja. Nee, ik dan constateer dat de motie wordt aangehouden. Ik heb nog één open vraag op mijn lijstje staan. En die gaat over... Die gaat over inclusieve landbouw. Inclusieve landbouw. Natuur-inclusieve landbouw, moet ik toch goed zeggen. Inclusieve landbouw, ja. Natuur-inclusieve landbouw. Die wil ik best wel overheven naar een tweede termijn, maar als u zegt van nou... Ik zou willen voorstellen om nog een antwoord te krijgen op die vraag. En dat ik uw voorstel dan doe om over te gaan tot stemming. Of ja, stemming. Eigenlijk zijn het de algemene beschouwingen. Dus we kunnen daarmee ook de algemene beschouwingen gewoon aannemen. Als zijnde een richtsnoer voor de toekomst. We luisteren even naar het antwoord van de heer Tarizo. Ja, dank wel voorzitter. Excuus, die is er inderdaad mee tussendoor gevallen. Met name het voorbeeld waar u op doelt, hè, binnen het vechtpark om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen, ook voor een agrariër die daar op zo'n positie zit. En om daar een manier van te vinden waarin landbouw en natuur goed samengaat, kan ik in ieder geval overmelden dat wij daar zeer goede gesprekken op dit moment over voeren. En dat wij ook met elkaar, met elkaar bedoel ik even de partijen die daar samenwerken, waterschap, gemeente, provincie, het idee hebben dat we daar samen met de omgeving, met de mensen in dat gebied, tot een oplossing kunnen komen. Ik hoop dat dat in die zin voldoende is voor dit moment.
In principe ja. En worden wij dan nog via een actieve informatieplicht over geïnformeerd? Of hoe moet ik dat zien? Ja, kijk, het maakt onderdeel uit van het vechtpark. En even bekijken, als we de volgende fase van het vechtpark ingaan, dan zal u daar uiteraard ook over, dat een definitief akkoord is en dat we de uitvoering, kan ik in ieder geval aangeven, en ik denk dat dat ook gebruikelijk was, dat u daar sowieso over geïnformeerd wordt middels...